Heijmans geeft mee met Bernier. Veel volk in die tweede zone. Draxnes stond daar eventjes alleen. Kortrijk had dat niet in de gaten. Camara dan het schot. En goed gered door Pirard. Niet al te moeilijk. Maar wel een schot tussen de palen van Charleroi. Snel trappen, maar er zit er alweer eentje tussen. En daardoor ruimte voor Bernier. Die wil het op zijn eentje doen. En dan komt de neef terug en dan is het een penalty. De overtreding van Dion de Neve. Fuji is hij kwijt en daar komt de Neve. Als hij geen bal raakt, is het penalty. Zo simpel is het. En hij raakt geen bal. En dus zitten ze vanuit het Kortrijkse vakkelt. Die staan daar te zwaaien om Heijmans uit zijn concentratie te brengen. Daar komt hij, ja, perfect binnengetrapt. 1-0 Charleroi. En hier plots wat ruimte. Dabach op zijn eentje, moet wachten op steun. Heijmans is daar, kan misschien nog afleggen. Hier is Bernier. 2-0, Charleroi. Antoine Bernier is de man die het uiteindelijk forceert. Eerst een penalty afgedwongen. En nu zelf de 2-0 gemaakt op aangeven van Daan Huismans. 2-0 Charleroi. De problemen van Kortrijk worden nog wat groter. Nog voor de rust. Maar in de reguliere competitie hebben we hem wel een aantal keren aan het werk gezien. En hier plots ruimte voor Guillaume. En hij schiet hem recht op Pirard. We zijn 30 seconden bezig in de tweede helft. Aan de kant van Charleroi. Maar eerst Fuji even volgen. Messatou was weg. Maar de pas kwam niet. Toch niet op maat. Ambrose, goede stiel. Kangwa, voorzet. En daar is de aansluitingstreffer van Isaac Davies. Ja, Kortrijk dat bleef aandringen. Charleroi de controle wat kwijt. En na 17 minuten in de tweede helft heeft Isaac Davies alweer gescoord. Gaat dat eentje zijn met gevolgen? Dat zien we nu. Wie zijn de inlopende mensen? Ja, kopbal. Ja, het is wel degelijk. Eentje met gevolgen. Silla maakt er 3-1 van. En Pirard heeft dan buitenspel gezien van de man. Isaac Mbenza terug achteruit. Tot bij Koffie. Oh, dat is balverlies. Davies kan trappen. Koffie met de redding. Moet zijn eigen foutje daar herstellen. Het is een beetje pervers eigenlijk. Maar ja, het is wat het is. En Smet maakt een einde aan de match. Want niet alleen deze wedstrijd is duidelijk. Maar ook het hele plaatje onderin in de relegation playoffs is duidelijk.